Zijlstra VVE-beheer ondersteunt verenigingen van eigenaren, kortweg VVE's, in hun activiteiten. Met enerzijds administratieve ondersteuning door middel van een transparant en toegankelijk, volledig geautomatiseerd administratief systeem. En anderzijds veel kennis en ervaring op het gebied van vastgoedbeheer, onderhoud en alle ontwikkelingen die daarin de komende jaren van belang zijn. Een VVE staat voor Vereniging van Eigenaren. Dus het is een groepje mensen die een appartement hebben gekocht in een appartementencomplex. En die mensen zijn samen de vereniging. Dus zij moeten samen zorgen voor het onderhoud van de schil van het gebouw. Dus van gemeenschappelijke onderdelen. Dus het dak en de gevel en de riolering bijvoorbeeld. En daar helpen wij ze mee. Wij houden in ieder geval de hele administratie bij. Dus wij verzorgen de jaarcijfers. Wij zorgen dat de debiteuren en crediteuren allemaal kloppen. We zorgen dat de aanmaningen van, joh, het kan mensen natuurlijk uiteraard ontschoten zijn om de bijdrage te betalen. Wij zorgen voor de betaling van de facturen. We zorgen dat de vereniging goed verzekerd blijft. En jaarlijks ben je ook verplicht om voor juni een vergadering te beleggen waarin je de jaarcijfers goedkeurt en eigenlijk gaat nadenken over het onderhoud. Nou, we doen eigenlijk bijna alles. Het is wel zo dat we op een gegeven moment bij bepaalde verenigingen zeggen van, joh, wij willen alleen het administratieve. Het technische vinden wij niet echt super belangrijk. Dat kunnen we op zich prima zelf regelen. Maar de meeste dat we hebben, regelen we de techniek. Dus op het moment dat mensen ook een klacht hebben van, joh, mijn dak lekt, schakelen wij een loodgieter in. Die sturen wij langs. En ja, die beoordeelt dan de klacht of die verhelpt het. En als die zegt van, joh, er moet een offerte opgemaakt worden, dan gaan wij in overleg met alle betrokkenen, dus alle appartementseigenaren die lid zijn van die vereniging. En dan moeten we eigenlijk een vergadering beleggen. We geven ze daarna een advies wat ze het beste kunnen doen volgens ons. Nou, wat wij in principe doen is dat op een gegeven moment de jaarlijkse vergadering proberen wij ook de appartementeigenaren te instrueren, zoals de ontwikkelingen die wij zien. Zoals dus als je niet actief bent, dat je moet reserveren, dat het onderhoud eraan komt, dat wij het kunnen beoordelen. En dat we dus eigenlijk in die vergadering zoveel mogelijk te proberen adviseren van, joh, waar moet men op inspelen? Als je zo'n vergadering gaat doen, dan ga ik meestal eventjes van tevoren langs. Even een rondje complex lopen, even kijken hoe het erbij staat en daarna vergaderen. Dus en soms is er wel wat meer aan de hand. Dan moet je er eens een keer heen omdat er iets aan de hand is, zeg maar. Ja, en dan ben je er ook. Kijk, het moeilijke is, waar je op in zou moeten spelen, is natuurlijk echt heel erg afhankelijk van per vereniging. Maar ja, je kan je op inzeggen dat op een gegeven moment je overal nog enkel glas hebt. En dat men toch zegt van, ja, vanwege duurzaamheid willen we naar dubbelglas, of voor de geluid naar dubbelglas, of voor HR++ glas willen ze hebben. En wat vaak gebeurt is dan van, joh, oké, we beslissen om te gaan schilderen en dan wordt er geschilderd, maar ja, dan is 7 jaar weer het schilderwerk goed. En dan kom je dus in de situatie dat je zegt van, oké, ik had eigenlijk dubbel glas gewild. Ja, dan is het natuurlijk heel frustrerend dat je dan het glas eruit gaat halen, weer opnieuw moet gaan schilderen. Dus wij proberen de mensen op de natuurlijke momenten te informeren. Voor sommige mensen is het een schilderbeurtje geen probleem, dat doen we om de 2-3 jaar. En sommigen die moeten daar echt heel veel voor sparen. En dat gebeurt één keer in de 12 jaar bijvoorbeeld. Dan bladdert het er ver van helemaal af voordat er een keertje geschilderd wordt, zeg maar. We helpen ze gewoon ook met de jaarcijfers en gewoon goed te kunnen begrijpen en lezen. Het is ook verplicht om een kascommissie te hebben, om dus de jaarstukken allemaal goed te keuren. Nou, dat is voor ons ook, dat is allemaal digitaal geregeld. Dus mensen kunnen het bekijken, kunnen het doen. En eigenlijk wat het is dat we proberen die vergadering, wat dan die piek is, 1 keer in het jaar, om eigenlijk dat zo smooth mogelijk te laten verlopen. Nou, je hebt altijd de jaarrekening. Dat is zeg maar het financiële overzicht van het jaar ervoor, die bespreek je. Dus hoe staat de VVE ervoor? Het onderhoud. Dus wat gaat er gebeuren dit jaar aan onderhoud? Dat is een onderwerp. En de begroting is ook altijd een spannend onderwerp. Want moet er volgend jaar verhoogd worden, de maandelijkse bijdrage, ja of nee? En die onderwerpen die komen eigenlijk altijd wel terug. En dan heb je soms, ja, afhankelijk van wat er dan speelt, dan heb je nog andere onderwerpen. Ja, en vaak eindig je met een rondvraag en dan kan er van alles langskomen. En daarna sluiten we hem af. Omdat wij als vastgoedorganisatie in generaal heel erg bezig zijn naar de toekomst toe, dan zien wij dus de verwachtingen die gaan komen. Zo ook dus de verduurzamingsslag die moet geslagen worden, die gewoon de overheid bijna op gaat leggen. We zien in de kantorenmarkt, zie je dus nu al dat in 2023
alle kantoren minimaal een C-label moeten hebben. Anders mag je hem gewoon niet meer verhuren. Nou, je kan je voorstellen, als jij een appartementseigenaar bent en jij wilt je woning verkopen en de bank gaat al inspelen op het feit dat hij zegt van joh, je krijgt een bepaalde rentepercentage op het moment dat het label goed is. Dat je dus je huis beter verkoopbaar wordt en wellicht ook in waarde gaat stijgen. Nu verwachten we dat nog niet op hele korte termijn, maar dat gaat wel komen. En daar moet je wel op inspelen. Daar moet je op geadviseerd worden. Want ja, mensen zijn meestal al niet echt bekend met de Vereniging van Eigenaren. Die denken, ik koop een woning, ik ben klaar. Die realiseren zich niet dat je ook het dak erbij koopt, het onderhoud wat erbij hoort. De balkons, de trap, de lift, alles wat je daar kan bij bedenken. Ja, en dat moet wel geregeld worden. En ja, daar moet je ook in geadviseerd worden wat er kan gaan gebeuren. De energiekosten zien we op dit moment ook al stijgen. Nou, op het moment dat er dus een VVE is met een collectieve cv-installatie, ja, moet je daar toch op gaan anticiperen. Want ja, dadelijk die energiebelasting neemt maar toe. En ja, we gaan daar toch kijken van joh, hoe kunnen we dat zuiniger maken en hoe kunnen we dat regelen dat die verduurzamingsslag geslagen kan worden. Nou, ik zie de toekomst, zie ik eigenlijk dat het echt een specialisme gaat worden. Omdat nu het al is, op het moment dat de vereniging slapend is, je al geconfronteerd wordt dat je dus de koper geen hypotheek meer verstrekt kan krijgen. Het heeft dus nu al situaties dat wij in sommige aspecten als een soort noodbelletje ontvangen van joh, ik wil mijn appartement verkopen, maar het kan niet, want de koper die krijgt geen lening omdat de vereniging niet actief is. Nou, dus dat is al een aspect wat we nu vaak zien komen. Daarbij zien we ook al heel veel ontwikkelingen op dit moment dat per 1 januari moet je gaan reserveren. Dus je moet een potje maken voor het noodzakelijk onderhoud. Nou, en zo verwachten we ook met verduurzaming, ja, op dit moment is het gewoon een heel hot item. Verwachten wij ook heel veel ontwikkelingen. En daar proberen wij ook al die verenigingen in te ondersteunen. En dat bedoel ik ook met de specialistische kennis. Dat je natuurlijk het technische gedeelte hebt, het administratieve gedeelte. En ja, daar proberen wij gewoon echt de vraag zoveel mogelijk te vervullen van onze klanten. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zijlstra VVE-beheer.